in deze uitzending de wedstrijd Helmond Sport tegen Telstar. De ploeg uit IJmuiden moet een slachtoffer worden van de mannen van Erik Meijers, want Helmond Sport wil met een goed gevoel de winterstop in. En Erik Meijers heeft zijn troepen gewaarschuwd, vandaag moet er bovenop gezeten worden, want die punten moeten worden gepakt. In een interview zal Erik Meijers duidelijk gaan maken wat hij over deze wedstrijd vond en hoe hij de winterstop in zal gaan en hopelijk ook uit zal komen. We gaan de nummer 9 van Helmond Sport, Erik Kwekel, gaan bevolgen. En we praten met Mario Kaptein, want Helmond Sport is gepromoveerd. Van categorie 1 naar categorie 2. Veel plezier. Daar zijn we weer. Ja, Mannekenhoven gaat wel gelijk, hè? Zwakke achterhoede. We zullen toch, denk ik, Graber voor het laatste man moeten zetten. Ik hoor de opstelling moet maken van die trainer. Ik hoop dat ze beter doen als maandag. Ja, dat hopen wij ook. Dat was wel jammer, hè? Ik had niet verwacht. 3-0 voor. De laatste 20 minuten, hè? Als ze vanavond gewoon 3 punten pakken, dan zijn we dat vergeten. Dat zijn we helemaal vergeten. Ja, klopt helemaal. We vinden wel dat Helmond Sport goed gedaan in het eerste seizoen zelf. Zeker, zeker. Net als vorig jaar. Ik vind het prestaties gewoon goed. En als het inderdaad ze vandaag durven te winnen, hopen we ook. Staan ze toch mooi op de derde plaats, vierde plaats weer volgens mij. Ja. En de uitgangspunt is de eerste 5, hè? Ja. Dat wordt een mooi nakomt. Ja. Maar als ze vanavond winnen, 3 punten, dan... Ja, ik heb het toch vat mijn borreltjes over, dus toch wel ik hoor, toch lekker slapen. Ja, maar het is jammer. He, als we vorige week vrijdag hadden gewonnen en de mannen genomen, hebben we bovenaan gestaan. Zo moet het gewoon zeggen. Met beperkt materiaal, zo moet ik het, mag ik het ook wel zeggen, denk ik, of niet dan? Maar de punten worden in het tweede seizoen zelf gehaald, hè? Ja, ik heb gehoord dat er links en rechts dat er iets bij komt. Dus en we gaan de goede kant uit. We zitten weer in categorie 2. Wat willen we nog meer van ons clubje? Hè? In ieder geval alvast prettige dagen en veel plezier vanavond. Ja. Ik wil je ook, want je maakt een goede uitzending. Mag ik het wel een keer zeggen. Kijk er altijd nog. Dankjewel. Graag gedaan. U bent vrij stevig, maar ik geloof niet dat u zo dik bent. Wat heeft u hieronder zitten? Ik heb altijd een kussentje bij. Het is nou winter en nou hebben wij de steunstoelen niet nodig. En dan doe ik altijd een kussentje meenemen van het tuinstoel. Okay. Wij gebruiken dan op een stoeltje. Een stoeltje vrij koud aan de billetjes. En ja, dan zit het al lekker warm. Het zit er warm bij. Ja. Goed bekeken. Dankjewel, hè. Veel plezier. Dankjewel. Deze week is in de media het bericht gekomen dat Helmond Sport is gepromoveerd. Nog niet in de competitie, maar wel in de categorie van BVO's. Ik vraag het aan Mario Kaptein, de directeur van Helmond Sport. Mario, voor mensen die het nog niet weten, de categorieindeling van de KNVB, hoe zit dat precies in elkaar? Nou, dat is een financiële categorieindeling. Je kan in 1, 2 of 3 zitten. 1 is de minste categorie, 3 is de beste categorie. Ja, en 2 uiteraard de tussenin. 1, dan ben je niet goed bezig op financieel gebied, schulden, salarissen moeilijk kunnen betalen. En 3, dan heb je alles prima op orde. Nou, wij hebben een tijd lang in 1 gezeten. Plan van aanpak geschreven, dan zouden we eind 2013 naar 2 moeten promoveren. Ja, en dat geeft dan wel aan dat we nu al die stap maken, dat we dat een jaar vervroegd hebben. Dus daar zijn we erg blij mee. Ja, want die tijd in categorie 1, dat heeft wat restricties, hè, tot gevolg als je daarin belandt als BVO. Ja, je staat eigenlijk onder curatele. Je moet veel dingen verantwoorden. Je moet heel veel cijfers opleveren, elke maand, elk kwartaal weer. En je bent natuurlijk beperkt in je uitgaven. Heeft de directeur Mario Kaptein nu een subdoel bereikt in zijn functioneren? Ja, nou goed, niet ik, maar heel de club. En dat doe ik zeker niet alleen, maar met heel veel goede mensen. En dat is wel een van de dingen, ja. Op naar categorie 2, daarna op naar categorie 3, financiële categorie. Een nieuwe accommodatie en ook promoveren. Dat zijn de drie zaken waar we mee bezig zijn. En dan is financiën wel een hele belangrijke. Voor de eerste alvast gefeliciteerd. Dankjewel. We'll be right back.
vinden van de wedstrijd? Ja, tot nu toe is het niet veel, hè? Nee, weinig. Als het omgekeerd is van vorige week, want het was de eerste helft goed en nu de tweede helft. Hè? Dan tekenen we voor. Dan tekenen we voor. In ieder geval prettige dagen. Ja, hetzelfde. Komt er de tijd wel door zonder Helmersport? Handig. Ja. Ga je ook feesten? Ja, dat ook. Okay. Veel plezier. Dankjewel. Ilja van Leerdam, leuk jou weer hier te zien. Ja, dank je. Ik ben inderdaad alweer een paar weken hier te vinden op het Lavandstadion natuurlijk. Dus ik vind het leuk om weer terug te zijn. Ja. Wat wens je Helmersport in het tweede helft van de competitie toe? Nou ja, maar één ding is kampioenschap eigenlijk. Want ik train al met Helmersport mee en er zit echt heel veel potentie in. En ik heb echt het idee dat ze boven mee kunnen draaien en wellicht titel kunnen pakken. Ik heb er echt vertrouwen in. En jouw toekomstplannen? Ja, weet ik niet. Er zal veel beslist worden de aankomende weken. Dus we zullen het zien. Terugkomen? Ja, als het aan mij ligt, zou ik leuk vinden. Ja, zeker weten. Ja. Meen je dat serieus? Ja, dat meen ik serieus. Ja. Helmersport is ook mijn clubje en ik heb hier heel veel leuke jaren gehad. Ik heb dan nu even een uitje gehad naar het buitenland en was super gaaf. Echt een hele mooie ervaring, maar op een of andere manier blijft toch al trek hier. Dus ik ben eigenlijk weer blij om weer terug te zijn. Ja. Dat is wel nieuws. Zijn er al gesprekken? Nee, in principe nog niet. Zoals het er nu voor staat, zou ik mee op trainingskamp gaan met Helmersport. En dan zullen we daar wel kijken hoe en wat. Maar we zullen zien. Wie weet. Zou zomaar kunnen. Voor mij mag je terugkomen, hoor. Nou, dat is fijn om te horen. Dankjewel. Fijne dagen en veel plezier nog. Ja, dankjewel. Van hetzelfde. Coach-trainer van Helmersport is drie punten rijker, Erik Meijers, maar volgens mij ook een paar grijze haren rijker in deze wedstrijd tegen Telstar. Ja, we hebben natuurlijk onszelf heel lastig gemaakt vanavond. We hebben onszelf heel mager beloond, gezien de mogelijkheden die we hebben gekregen. Aan de andere kant smaakt dit toch wel weer naar meer, want het gaat natuurlijk maar om één ding in de voetballerij, en dat is om winnen. En hoe je dat doet is van minder belang. Aan de andere kant vind ik dat we vandaag gewoon meer hadden moeten scoren. Maar goed, ik ben zeker content met de overwinning. Ik lees in de krant, en die hebben natuurlijk altijd gelijk, Erik Meijer zet zijn ploeg op scherp. Er moet gewonnen worden, erop. Heb ik gemist? Ja, weet ik niet. Dit zijn natuurlijk hele zware weken. Ze speelt iets te intelligent, naar mijn smaak. Ja, nou ja, goed, te intelligent. Als je zoals maandag ziet wat je tegen Os laat zien, het eerste uur. Zo wil ik graag met Helmersport spelen. Dat laten we gewoon het perfecte voetbal zien, vind ik.
Nou, dat resulteert in een 3-0 voorsprong. Uiteindelijk til je die wedstrijd niet eroverheen. Ja, dat doet iets mentaal gezien met een groep. Nou, daar hebben we natuurlijk van de week uitvoerig over gehad. En ik vind dat we vandaag toch een passend antwoord geven door toch de 3 punten hier in Helmond te houden. En ja, dat dan niet gebeurt met oogstrelend en een 100% overtuiging. Ja, dat is een gegeven en dat moet ook beter naar de toekomst. Wat ze moesten doen, hebben ze in ieder geval gedaan. En qua kansen helemaal niks mis mee. Maar als we het over kansen hebben, dan hebben we het natuurlijk over de spitsen. En Erik Wekel, dan hebben we het over kansen die je af en toe niet maakt. Ja, klopt. Vandaag zaten weer een aantal tussen. Dus ja, dat is balen. Ik ben blij dat we hebben gewonnen. En, Nu krijg je een paar goede kansen, terwijl Helmondsport niet echt goed voetbalt. Voel je dan de druk als spits? Van, als ik dan die kans krijg, dan moet hij er eigenlijk ook in. Is dat niet altijd zo? Ja, tuurlijk. En ik heb ook heel lang niet gespeeld. Dus ja, dan is die druk natuurlijk extra groot. En ja, het zou wel lekker geweest zijn als ik er vandaag gewoon weer 2 binnen had geschoten. Maar, ja. Jij zei, en ik heb het volgens mij ook gehoord, er was een grandioze ontlading in de kleedkamer na afloop van deze wedstrijd. Ja, nou goed, we hebben natuurlijk toch een paar lastige weken achter de rug. En ja, wedstrijden zoals Veendam, die zitten er helaas tussen. Maar dan ga je toch met 0 punten naar huis. Ja, dan krijg je Os hier thuis. Ja, dan stap je met nog een grotere kater van het veld af. Hoewel je 1 punt hebt, lijkt het net of je de wedstrijd met 5-0 verloren bent. Ja, en dan moet je die groep toch weer opbeuren en motiveren en inspireren om ervoor te zorgen dat we het tegen Telstra wel doen. Ja, Telstra, de laatste weken, Sparta uit 3-3, de Graafschap 0-0. Een hele taaie tegenstand om van te winnen. Ja, dat je dan uiteindelijk vandaag dan toch wint. Ja, dat merk je toch, zo'n laatste wedstrijd voor de winterstop in de kleedkamer. Dan merk je toch dat er een goede ontlading komt. En dan proef je ook dat deze groep veel meer kan als wat ze op dit moment laten zien. Nou ja, het feit dat we 3e plaats staan is al hartstikke mooi. Maar deze groep kan gewoon veel meer. En dan moeten we proberen in Turkije een goede basis te leggen. Om ervoor te zorgen dat wij na de winterstop daadwerkelijk een woordje meespreken. Als laatste, de wedstrijd tegen Telstra vanavond was niet echt geweldig. Er zat een bepaalde matheid in de groep. Kun je dat beamen? Ja, ik denk dat Telstra goed druk zet op ons, dus zodat wij niet konden voetballen. Maar Telstra was ook niet echt gevaarlijk geweest. En ik denk toch dat we weer 6-7 goede kansen hebben gecreëerd. Dus ik denk dat het gewoon goed is. Jullie sluiten in ieder geval goed af. Jullie gaan de winterstop goed in. Wat gebeurt er tijdens de winterstop? Wat gebeurt er met jou, wat gebeurt er met de groep? 4,5 weken, 5 weken bijna trainen, voetballen en dan een nieuw half seizoen. Ja, we hebben denk ik 12, 13 dagen vakantie. En dan gaan we de eerste week gaan we naar Turkije. Dus dat is ook wel lekker voor de groep. En dan hopen dat we allemaal fit blijven en dat we dan fris tegenaan kunnen. Als ik zeg dat je de supporters, die dan een klein beetje tegen zijn gevallen in deze wedstrijd, toch nog iets mag wensen. Zo vlak voor kerst en nieuw. Wat zou je dan doen in de camera? Nou, dan wens ik alle supporters een gelukkig nieuwjaar. Hoop dat iedereen gezond mag blijven en hoop dat het sportief goed gaat met Helmond. Erik, bedankt en succes, jongen. Ja, graag gedaan. Na de winterstop is de eerste thuiswedstrijd een grandioze wedstrijd, volgens mij Helmondsport tegen de Graafschap. Nee, ik zit mis. De Graafschap is wel de eerste thuiswedstrijd, maar wij gaan eerst naar Almere City. En de Graafschap is dan de eerste thuiswedstrijd. Nu wensen wij beide, maar ik denk heel veel mensen die elke thuiswedstrijd hier op de Braken komen in het Lavanstadion, dat er meer publiek komt. Dat moet jij en de groep natuurlijk ook willen, hè? Want die lege plek op de tribune, dat is allemaal niks. Nee, ik moet zeggen, ik schrok er vandaag van. We hebben toch het hele seizoen minimaal 3000 toeschouwers gehad. En vandaag waren er 2000. Nou, er zijn er gewoon 1000 te weinig. Aan de andere kant moeten wij het publiek vermaken. Wij moeten aantrekkelijk voetbal spelen. Nou, ik vind dat we dat de eerste helft van het seizoen bij tijd en wijle best aardig hebben ingevuld. Het kan altijd beter. Maar laten we hopen dat we inderdaad met de eerste thuiswedstrijd van de Graafschap, wat een hele mooie tegenstander is, dat we voor een volle de Braak kunnen spelen. Waardoor wij als 12e man in ieder geval de punten hier kunnen houden. Waardoor wij in de tweede helft van het seizoen een woordje mee gaan spreken. En wie weet dat wij het publiek op die manier goed kunnen vermaken. Dus ik zou zeggen, mensen, geniet van de feestdagen en kom de eerste thuiswedstrijd naar Helmondsport. Dat zijn niet alleen mooie, maar ook wijze woorden van de trainer van Helmondsport, Erik Meijers. Erik, ik wens jou ook heel prettige dagen. Een heel goed nieuwjaar. En met name voetballen natuurlijk. Dat we de zaak hier vol krijgen en dat de zaak nog meer vol loopt met punten. Guido, je mag zo aanschuiven bij mij in de dugout, jongen.
Dankjewel. Fijne feestdagen. Oké, dank je.